Het mafbericht romanfiguur. Onderweg. Hoog torent de brug boven de IJssel. De rivier laat zich niet imponeren en stroomt er met haastige kalmte onderdoor. Wanneer de voorste wielen van de auto het in het luchtledig hangende wegdek raken, kijk ik eerst naar links, vervolgens naar rechts en daarna weer naar links. Zoals ik heb geleerd om veilig te kunnen oversteken. Hier gebruik ik deze kijkwijze echter om de kronkelende loop van de rivier te bewonderen. Mijn gedachten dwalen achter de over het landschap scherende ogen aan op zoek naar dorpjes, met name als Zalk, Serenbroek, Wilsum en Veekaten. Ze bestaan echt, net als in de roman Papegaai vloog over de IJssel van Kader Abdolla dat ik aan het luisteren ben. Een verhaal over vluchtelingen die in de dorpjes langs de IJssel worden gehuisvest. Mannen, vrouwen en een enkel kind met vreemde kleuren, namen, woorden, culturen en geloven. Samen met de dorpsbewoners proberen ze er het beste van te maken. Het lukt de meeste ten dele, sommigen helemaal. Een enkeling lukt het helemaal niet. Zoals de oude Syrische kolonel. Met zijn vrouw en kinderen is hij naar hier gevlucht voor de dictator waar hij tegen vocht. De relingen aan beide zijden van de brug zien er ongeschonden uit. Er is niet te zien waar de kolonel met zijn auto van de brug af is gereden. Toen zijn auto uit het water werd gevist, was het lichaam van de kolonel al weggedreven. Opnieuw gevlucht, voor zijn herinneringen en nieuwe leven. In de lucht, boven de rivier, speur ik naar een over de IJssel vliegende papegaai. Er is geen papegaai te bekennen, alleen ganzen die keurig in het gelid en elkaar luid aanmoedigend de punt van een vee achterna vliegen. In die paar seconden, zwevend tussen de oevers van het echte boekenlandschap, waan ik mij een romanfiguur. Altijd onderweg.